Hallo iedereen, ik ben Gonzalo. Ik kom uit Portugal. Ik ben singer-songwriter. En ik wil een beetje laten zien wat ik doe in mijn les, bij mijn les. Wat je kan leren een beetje. Ik vind het leuk dat iedereen kan een beetje inspiratie krijgen van mijn lessen. En bijvoorbeeld, ik gebruik vaak een techniek van triaden. En dat is iets dat is makkelijk om te spelen. En we kunnen in veel situaties gebruiken. In verschillende muziekstijlen. So, bijvoorbeeld, ik ga laten zien. Echt makkelijk akkoord. Bijvoorbeeld, iedereen kent de D-akkoord. De D-majeur akkoord zijn alleen drie noten. En ik gebruik de onderste drie snaren. En dan, ik gebruik dezelfde noten, maar ik ga een beetje vrijheid krijgen in house op de gitaar. Iedereen nu zit een beetje thuis en kunnen niet vrijheid krijgen. En hier, we kunnen vrijheid krijgen. Op de gitaar. De hele D noten. In plaats van één plek, we kunnen gebruiken in verschillende plekken. Verschillend. Wat we kunnen nu doen is, wat ik vind ook leuk, is een combinatie van twee akkoorden in verschillende manieren. Bijvoorbeeld als ik de A speel, drie noten ook. We kunnen iets doen met A en D. Echt makkelijk, we kunnen iets mooie muziek maken. Bijvoorbeeld, ik begin met A majeur, ik ga naar de D, ik ga naar de A, weer D, A. D en dan A, D. Dat is een beetje idee is om te krijgen van alleen van twee akkoorden met zes noten. En dan als we kunnen een beetje meer creativiteit gebruiken, we kunnen ook een combinatie van allebei hetzelfde tijd. Dit is een combinatie van twee akkoorden, van deze twee akkoorden. Dit is ook een combinatie van twee akkoorden, van A en D majeur akkoord. We hebben nog deze hier, bijvoorbeeld. We hebben ook deze hier. En we kunnen ook deze gebruiken, bijvoorbeeld. We kunnen een beetje ritme gebruiken. Tot ziens iedereen, tot volgende keer.